Goedemorgen, wij zijn wakker. Morning. We hebben strakjes bodyfakes. Dan ga ik filmen voor Beauty Gloss. En dan gaan we vanavond met Betty maar gewoon chillen met vrienden. Super zin in. Vinden jullie van mijn nieuwe hoodie? Mijn hoodie. Maar je mag hem aan. Ik vind dat hij prima zit. Hij vindt hem te kort. Het is zo koud dat ik je gewoon eens even tip. Kijk, dit is die Ecoplaza Solarijn. Kijk hoe groen dit is. Niet normaal, donkergroen. En juice, dit is wat wij met z'n tweetjes opdrinken. Ik heb het nu in de maatbeker gedaan. Het is ongeveer 600 ml, dus 300 pp. Zo. Zo groen. Wauw. Oké, mijn look of the day. Dit is een trui van Boohoo. Dit is een Levi's broek die ik al 1000 jaar heb. Tas van Boohoo en mijn Yeezys. Een soort Yeezys heb ik weer eens aan. Yes. Ik heb mijn haar in de start. Ik heb geen make-up op. Ik heb even concealer bij me. Ik ga naar Bodyfix en daarna post ophalen. Ik wil even dit ding weg concealen. Dat ding bij mijn ogen is nog steeds niet weg. De geur die ik op doe is Tiffany. En we gaan het niet redden qua nu snel nog eten. Dus ik ga pindakaas en brood meenemen. En ik ga een autoboterham smeren. Oké, wij zijn onderweg naar Bodyfix. Worden even los van elkaar gedaan. Vervolgd door Jessica en ik door iemand anders. Klinkt heel fout. Maar dat is omdat hij een toekomstvernia heeft. En sowieso kan er extreem goed mee omgaan. Ja. Dus dat. Dus dat en dat. En dan knijpen en zo. Knijpen en masseren. En wrijven. En bindweefsel en zo. Ja. Oh my god. Als ik denk dat ik degene krijg waarvan ik denk dat ik die krijg, dan oh, zij kan heel, heel heftig bodyfix masseren. Het is echt wel hoho, maar het resultaat. Dit is zo. Ja. Zeg, bodyfix. Yeah. Ook zijn nekken. Ze kan ook precies zeg maar voelen waar, oké, als je hoofdpijn hebt, komt het daar. En dan masseert ze en denk je, oh, yes. Ja, dat was zo grappig, want ze deed zeg maar die spier waarvan ik altijd merk dat ik hoofdpijn heb. Ja. En toen zei ik, wacht, zit die dan ook met mijn schouder? Van die wond, ja. Ja, toen. Ja. Oh, dat straalt wel een soort van uit. Sla. Sla. Lekkere salade met sla. Oh damn, ineens besef ik me. Unboxing video voor Beauty Gloss. We kunnen dit helemaal niet nu allemaal gaan uitpakken. Want wat wil ik weer voor een video doen? Dat vindt iedereen zo leuk. Dus we moeten al die dozen in de auto zien te lopen. Dat ziet er echt heel cool uit. Dit hè? Ja. Oké, wij gaan even boodschapjes doen. En dan naar huis zo. Boodschapjes. Oké, ik ga zo een Primark shoplogje opnemen van dingen die ik gisteren heb gekocht. En ik ga me even snel daarvoor opmaken. Of snel, gewoon opmaken. Met foto's binnen die je gisteren hebt laten ontwikkelen. Zo leuk. Het is zo leuk als je dan zo'n retransfer krijgt. En dan, dit zijn de foto's. Dat je echt denkt, zo cool. Oké, de glam zit erop. Ik ga mijn haar alleen nog even fixen. Ik doe er een knotje van maken of zo. Sowieso dit. Dit matje. En ik heb weer deze stijl gedaan. Echt leuk. Haar zat niet echt. Dit is beter dan gewoon een knot, denk ik. Korbellen, ja. We gaan even een Primark shoplog opnemen. En ik denk die unboxing morgen doen. Dat duurt echt langer dan je denkt. Dat is altijd wel nou, zeker een uur filmen of zo. Ja, nee, dit wordt één video. Dus nou, misschien dat ik een Primark shoplog tussendoor doe. Want het is niet mega veel dat ik geshopt heb. Ja, misschien wel. Oké, ik heb de shoplog opgenomen. Rampampam. Ik moet zeg maar, aan de ene kant denk ik, zou ik er een extra video van maken. Aan de andere kant, pas op. Want op het moment, daar is een tijd geweest dat ik echt wel 2-3 video's per week deed of zo. En toen, aan de ene kant word je heel blij van, aan de andere kant, op een gegeven moment wordt het te veel. En mensen verwachten heel veel van je. Op een gegeven moment, als je dan teruggaat naar 1 keer in de week, dan vindt iedereen dat jammer. En dan is het heel erg, wauw, is dit een zaterdag video? Dat krijg ik nog steeds die comment trouwens. Terwijl ik net soort van, zoiets had van, jammer, dit is... Elke video is gewoon een video waar tijd in is gestoken, weet je. Ik weet het niet zo goed, ik vind het moeilijk. Maar wat ik niet moeilijk vind is dit. Oh my god, dit is lekker. Oh, boepies. Ze liggen altijd soort van samen, maar ook weer niet. Oh, cute. Hey, snackies gaan mee. En we gaan op de fiets. Oh my god, het speelgoed van de kinderen. Oh. Kijk nou even hoe leuk dit is. Dit is magneet. Kijk. Achterover de deur ging dicht. Kijk dit. Achterover de deur. Het
Het klikt als magneet aan elkaar vast. Al? Gat erin. Oh. Oh. Oh, dat is voor bovenlicht. Voor je huisje. Jongens, het is zo ASMR ook. Dit. Het is echt niet normaal. Zal ik dit een keertje lenen voor een ASMR video? It's amazing. Zo. Kijk zo. Jongens, biodanza. Betty en ik hebben net besloten dat wij samen biodanza een keer gaan doen. Ik hoef wel niet mee. Kijk hoe flexibel die mensen zijn. Het is geweldig. En we zijn weer thuis. Ja. Ik heb mijn niche. Oké, jongens, we gaan nog even voor het slapen. Expeditie Robinson kijken. Ik denk dat deze kaars klaar is. Deze Woodwick. Vullen we snel gaan. Nee, we hebben heel veel aangehad. Ja, ook vaak overdag en zo. Ja, weet ik. Oh, heerlijk hoor dan. Oké, we hebben expeditie gekeken. Echt ons hele huis staat vol met dozen. Dit is voor morgen, voor de unboxing. Dus dat wordt heel erg leuk. Er zijn nog meer unboxing. Ja, ja, en boven ook nog een paar dingen. Ik ga de vlog afsluiten. Wij gaan slapen. Wel rustig, bedankt voor het kijken. En tot morgen. Morgen. Bye.